1980. Ik was 10, 11 jaar. En één ding wat ik het liefste deed, samen met mijn broer, was strips lezen. We hadden hele stapels thuis. En mijn lievelingsstrip was Lucky Luke. Lucky Luke. Met zijn witte hoed, de grote redder, strijder tegen het kwade. En die had altijd oplossingen. Dat was een fantastische vent. En tegen wie streed hij? Wat was zijn grootste tegenstander? De Daltons. Altijd een grijze of een donkere hoed, maar in ieder geval, het was altijd duidelijk. En het was eigenlijk hetzelfde als je vroeger de oude westerns op tv zat. Die zwart-wit series, daar had je Bonanza en Rawhide. En dan had je altijd de slechterikken met de zwarte hoed. En de goede rikken met de witte hoed. En dan maakt het eigenlijk heel makkelijk. Hè? Goed, slecht. Je wist van tevoren precies waar je aan toe was. En aan het eind van het verhaal zag je ze altijd tegen de zonsondergang inrijden. Hè? Op zoek naar een volgende avontuur. En die kerels zagen er nog goed uit ook. Ik ben Rob Verhagen. Ik ben een trotse vader, een partner, een levensmiddelentechnoloog. En ik werk bij de grootste chocoladefabriek van de wereld. En daar ben ik best trots op. Maar ik heb een probleem. Wij hebben een probleem, jullie hebben een probleem. We zijn te dik. Wie heeft er een paar kilootjes te veel? Ja, ik zie wat voorzichtige vingertjes. Ik zal de vraag anders stellen. Wie denkt er dat zijn partner een paar kilootjes te veel heeft? Ja? Nou, dan krijgen we hem al een beetje in de gaten. En dat is een probleem. Hè? En dan praten we over kilo's te veel. Hè? We praten over overgewicht. Maar waar je ook over praat, is als je te veel overgewicht hebt, dan heb je last van obesitas, zwaarlijvigheid. En obesitas, zwaarlijvigheid is... We zien het vaak als een cosmetisch probleem, maar dat is geen probleem wat dat betreft. Het verhoogt je risico op hart- en vaatziekten, het verhoogt je risico op diabetes 2 en het verhoogt je risico op bewegingsproblemen. En dat is wel een probleem. Nou, we zijn met z'n allen daarmee bezig. En als we nou praten hoe groot is dat probleem, dan laten we eens even kijken. We hadden het er straks al over. We hebben 7,5 miljard mensen op de aarde. 1,9 miljard daarvan. Die hebben last van overgewicht. En 600 miljoen hebben last van obesitas. Nou, dat zijn zulke grote getallen, dat is heel erg veel. En dat is, sinds 1980 is dat verdubbeld. Wat betekent dat nou? Wereldwijd 1 op de 12 mensen. Maar in Nederland is ongeveer... wij zijn hier in Nederland, de BV Nederland. Nou, dit is de zaal, Nederland. 50% van de mensen in Nederland hebben last van overgewicht. Dus jullie, helaas... hebben last van overgewicht. En 1 op de 7 mensen in Nederland, 14%, hebben last van obesitas. En dat is dan zeg maar ongeveer deze groep mensen hier. Dus als we daar straks op terugkomen, dan weten we ongeveer hoe het verdeeld is. Maar hoe groot is dat probleem? Nou, hoe complex is dat probleem? Er is een onderzoek geweest in Engeland. En die hebben dat heel eenvoudig in kaart gebracht. En dan snap je het al van, hey, er zijn dus heel veel factoren die daarmee op van invloed zijn. En dat varieert van opleidingsniveau, beschikbaarheid van gezond voedsel, maar ook is het veilig om op straat te fietsen en te wandelen. En ook de hoeveelheid stress. En er zijn heel veel factoren die daarop van invloed zijn. Uiteindelijk, hier zeg je dus, er zijn ongeveer 8 sectoren, 108 vectoren of elementen. Dus het is complex, hè? En je kan het ook voorstellen, als je 1 van deze zaken aanpakt, dat je daarmee het probleem niet hebt weggenomen. Maar het mooie is dat eigenlijk in het centrum, daar zie je het belangrijkste, dat is de energiebalans. En in het Engels zeggen ze dat heel mooi. If you eat it, but you don't burn it, you sit on it. Nou, dat is duidelijk. Maar... terugkomen. Het is dus een complex probleem. Wat je wel ziet, is dat iedereen daar toch een eenvoudig antwoord op heeft. Nou, laten we gaan kijken. Een hele mooie quote. Hè? For every complex problem, there is an answer that is clear, simple and wrong.
En dat komt ook wel een beetje terug in de uitdagingen die we krijgen. Nou, voor deze helft van de zaal, hè, jullie hadden last van overgewicht. Wat doe je dan? Nou, dan gaan we naar de bibliotheek of we gaan naar de boekhandel. Nou, laten we online eens een boekje gaan bestellen. Dieetboek, hè, dat is de makkelijkste oplossing. Hoeveel dieetboeken kun je online bestellen? Je gaat nu naar bol.com. Iemand een idee? Ik hoor 50, ik hoor 200. Nog iemand anders? 2000. Het zijn er 3091 in Nederland. Ja, dat is nogal wat. Als we nu gaan kijken, want de mooie boekenkast vol, maar we zitten inmiddels op de wereld, hè. We hadden het heel veel mensen. Dan gaan we op de grootste online boekstore gaan we zoeken. Hoeveel boeken, dieetboeken, kun je online bestellen? We hadden in Nederland 3000, zullen er meer zijn? Nog iemand anders een idee? Ik hoor daar 4000, een beetje meer jongens. 10.000, ik haal je uit de brand, 220.548, vorige week, misschien dat er deze week weer meer zijn. Dus je ziet ook daar dat het een complex probleem is, want zelfs als je een oplossing zoekt, dan weet je eigenlijk niet eens waar je moet beginnen. En daar zit dus de uitdaging. Want die uitdaging zit hem ook in, van die is complex voor de consument, die is ook complex voor de producent. Nou, als we gaan kijken dan. We denken vaak in goed en slecht. We hadden net al richtlijnen gehad. Laten we eens even gaan kijken, goed, slecht. Zout. Iemand idee, goed of slecht? Slecht, ik hoor slecht, nou slecht hè. Zout, hè, moeten we minder eten. Maar we moeten niet vergeten, als je geen zout hebt, dan ga je dood. Dat is best lastig. Een andere, transvetzuren, goed of slecht? Ik zie een aantal mensen een beetje glazig kijken. Transvetzuren, gedeeltelijk gehaarde vetten. Goed of slecht? Nog steeds blanco gezichten. Slecht. Ik zou zeggen slecht. En het mooie van transvetzuren leek te zijn dat je harde vetten kon krijgen. Het bleek echter dat dat slecht was voor je cholesterol. En het mooie is dat de industrie die inmiddels uit het grootste gedeelte van onze product al heeft gehaald. En jullie wisten het niet eens. Een laatste dan. Nou, eens even kijken. E330. Eén nummertje erin. Slecht. Iemand anders? E330. Weer blanco gezichten. E330 is citroenzuur. Citroenzuur zit in elke levende cel van je lichaam. Maak je zelf aan. Fantastisch product. Ja, daar kun je heel mooie dingen mee doen. Maar je ziet dus ook daar, het is verwarrend, het is complex. Want wat moeten we daar nou mee? Laten we nog eens een andere pakken. Eens even kijken. Ik leg deze even weg. Portiegrootte. We hebben allemaal onderweg willen een keer iets drinken. Hè? Zijn we onderweg. En dan kunnen we kiezen altijd uit klein, standaard of groot. Nou, dat is mooi. Wat kiezen we dan? Uit onderzoek is aangetoond dat we eigenlijk allemaal gemiddeld tussen klein en standaard kiezen. Nou, dat heb je heel mooi. Hè? Maar wat hebben we inmiddels gedaan? We hebben klein, standaard en groot. En welke kiezen we nu? Ja, weer tussen klein en standaard in. Want we willen eigenlijk niet klein, we willen ook niet extra groot, ik wil gewoon eigenlijk normaal zijn. Maar een van de dingen die we vergeten zijn, is dat toen we vroeger bij ons oma een kopje thee gingen drinken, wat was toen de maat? Dat was een mooi schoteltje, een mooi oortje. Toen was dat de standaardmaat. Dus wat we zien is dat eigenlijk die maten, we weten het eigenlijk niet meer precies. We willen allemaal standaard, maar wat is nu standaard? Dus die keuze die moeten we zelf maken. En dit is niet iets van de laatste 20 jaar. Er is namelijk heel mooi onderzoek geweest door Wansink en Wansink in Amerika. En die hebben de belangrijkste, de beroemdste maaltijd aller tijden hebben ze onder ogen genomen. Het laatste avondmaal. 52 schilderijen hebben ze bestudeerd over 1000 jaar. Dus we hebben een historie van 1000 jaar in maaltijden is bekeken. En ze hebben ook daar gekeken naar de portiegrootte. Ook naar andere zaken. Maar hoeveel denken jullie dat die portiegrootte gestegen is in 1000 jaar? Nou, 65,5%. Dus je ziet ook dat het niet iets van de laatste jaren is. Het is iets wat heel lang al gaande is. Wat is er echter de laatste 30, 40 jaar gebeurd? Is die maaltijden zijn vergroot, maar wij zijn minder gaan bewegen. En dan komen we weer terug op die energiebalans.
Op wiens bordje ligt het dan? Nou, The Lancet, beroemd tijdschrift, heeft een hele mooie serie gepubliceerd, de Obesity Series. En die hebben daar ook naar gekeken. En die kijken eigenlijk naar verschillende rollen. We hebben de overheid, we hebben het individu, wij, de scholen, de retailers, de supermarkten en de producenten. En die hebben daar allemaal een rol aan te spelen. En het is daarom ook heel belangrijk dat wij als consument, als individu moeten we die rol nemen, maar als industrie is het belangrijk dat we die rol nemen. En ik als levensmiddeltechnoloog sta ervoor. Maar het mooie is dat we die rol ook al hebben genomen. Alleen vaak niet zichtbaar. Zout is verlaagd. Transvetzuren zijn eruit gehaald. Verzadigd vet is verlaagd. Portiegrootte is verlaagd. We hebben een hele andere labeling dan voorheen. Maar ook de allergenen zijn veel duidelijker gelabeld en we hebben heel veel richtlijnen voor gedaan. En belangrijk is dat heel veel van die nieuwe richtlijnen, die zien jullie niet. Sinds 2010 hebben wij onze portiegrootte gemaximaliseerd op 250 kilocalorieën. Maar heel vaak zien we dat niet. Maar het is belangrijk dat die zelfregulering, die werkt en daar moeten we mee verder gaan. Maar goed, dat is allemaal mooi, Rob Verhagen. Wat ga jij er nou aan doen? Ja, dat is een mooie, want ik wil graag dat onze producten, alle producten in het schap, dat die beter worden. En wat betekent nou beter? Als we nu terug gaan kijken naar die zoutverlaging. Die zoutverlaging, als je die te snel doet, wat doen we dan als consument? Dan zeggen we, oh, dat product smaakt anders, willen we niet meer. Of we doen er thuis weer zout bij. Dus dat is lastig. Dus als levensmiddelenindustrie moet je dat dan heel langzaam doen. Tegelijkertijd zien we ook dat we als consument vaak een gedragspatroon hebben wat lastig is. Er is een interessant onderzoek geweest in Frankrijk door professor Chandon. En die heeft, zonder dat wij dat wisten, heeft hij snoepjes besteld. In een mooie winkel. En die heeft er eigenlijk dingen op laten drukken. Die heeft er op een aantal heeft hij standaard laten drukken. En op een aantal andere heeft hij light of low fat laten drukken. Nou, light, low fat in dit soort levensmiddelen betekent dat er dus 30% minder vet in zit. Dan zit er wel dus iets anders in. Maar hoe denk je dat de consument dan reageert? Nou, als je de consument een keuze gaat maken, die mogen een portie pakken, dan pakken ze eigenlijk een normale portie van standaard. Ongeveer 192 kilocalorieën, nou, dat is een mooie portie. Als je echter vervolgens de consument die light of low fat gaat pakken, dan gaan we meer pakken. En de snoepjes zijn niet anders, er was alleen maar low fat op gedrukt. Dus wat je ziet is dat onze keuzes op het moment dat wij light of low fat producten hebben, in plaats van te zeggen van, hey, dat is mooi, daar heb ik een voordeel, want dan krijg ik minder kilocalorieën. Nee, dan is ons gedrag dat we meer gaan eten. En in deze studie was het uiteindelijk 48% of 46% meer. Dus dat is lastig. Dus hey, herformuleren moet je langzaam doen. Maar als je doet en je communiceert het op de verkeerde manier, dan gaan mensen niet minder eten, dan gaan ze juist meer eten. Nou, hoe zit dat nu met chocolade? Chocolade. Iedereen, 9 van de 10 mensen houdt van chocolade. De 10e persoon liegt meestal, zeggen ze ook wel eens. Maar chocolade is geen maaltijdvervanger. Het is geen dagelijkse snack. We proberen geen gezonde chocolade te verkopen. Het is geen broccoli, het zijn geen worteltjes, het is een tractatie. En ik denk dat is belangrijk dat we moeten zien. En daarom staan wij ervoor dat we meer kleinere porties willen aanbieden. Wat is nu mijn aanbeveling naar jullie als levensmiddeltechnoloog, als individu, als consument? Nou, eigenlijk is die aanbeveling heel erg simpel. Stap 1, van mindless naar mindful. Dus in goed Nederlands van graaien en snaaien naar genieten. En dat is wel belangrijk, want we eten vaak meer dan dat ons plezier geeft. We eten door, voor meer reden, uit gewoonte of uit rituelen of dat het lijkt gezellig. Maar uiteindelijk, als je eet voor je plezier en voor je genot, zorg dan dat je het mindful daarvan geniet. En de tweede uitdaging, en dan komen we hiernaar terug. Wat is jouw standaard? Kies jouw standaard. Want als we allemaal een maandje kleiner kiezen, wordt vanzelf een maandje minder. Obesitas. Dit is een complex probleem. We moeten er samen aan werken. En het ligt op verschillende bordjes.
is eigenlijk best een gek woord, hè? Consumeer. Het gaat juist in dit geval om minder. Het gaat om meer genieten. Het is bijna lunchtijd. Ik ben benieuwd wat er dadelijk op jullie bordje ligt.